Ja, Goeree of Flakkee is niet alleen het eiland van de natuur, de rust en de ruimte, maar ook van het logeren. Het kamperen in mijn geval. Ik ben bij het Essenbos. Dat is een natuurkampeerterrein en daar moet je met je kruiwagen je spulletjes het terrein op brengen. En dat is wat ik nu ga doen. En daarna mijn tentje opzetten. Nou, als de tent staat, dan moet je je vervolgens inschrijven bij de kampmeester. Dat is hier in dit gebouwtje. Ja, het idee van de club is rust, ruimte en respect voor natuur en medemens. En dus je zoekt ook, je gaat niet vlak naast iemand staan, tenzij het niet anders kan als het heel erg vol is. En we zorgen ook zelf voor de terreinen. Ja, we zijn hier voor het eenvoudig kamperen. Er is dus ook geen elektriciteit bij de tenten. Er is een eenvoudig, heb je gezien, toiletgebouw. Maar dat is het dan ook. Er is een laadpunt op veel terreinen voor je mobiele telefoon. Maar bij de tent is verder niks. Ja, ik vind het heerlijk relaxed. Ik vind het heel fijn dat er weinig mensen zijn en dat ik de ruimte heb. Als ik in Nederland kampeer, dan ga ik niet meer op een andere camping staan. Want ik vind dit helemaal goed. Ja, dit vind ik echt een hele ontdekking. En ik zit nog lekker licht, want er zijn heel veel donkere plekjes. Maar ik vind het wel lekker als ik een beetje in de zon kan zitten ook. Weet je wat nou echt leuk is van dat kamperen? Is dat je vlak bij het strand zit. En dan heb je 's avonds dit.